Toerisme Vlaanderen werkt samen met de toeristische sector aan een toegankelijk Vlaanderen vakantieland. We ondersteunen privé-initiatieven en voor onze eigen investeringen leggen we ook de lat hoog. En het sensibiliseren van uitbaters is ook een belangrijke taak. Dus we gingen een kijkje nemen bij 4 verschillende verblijven en bestuurden telkens een andere uitbater mee. Ik ben Lander Hoornaert, ik werk in de Snuffel, een hostel gelegen te Brugge. Die zijn recht op jonge backpackers. Dag Lander, welkom. Dank u wel. Leuk hier te zijn. Voor mij is het eigenlijk wel weer spannend, omdat ja, ik werk eigenlijk vanuit een hostelsfeer. En dit concept is volledig anders. Ja, misschien kan je een potje koffie drinken om aan te komen. Werkgerelateerd is dan ook heel interessant om te zien hoe dat een concept in elkaar zit. Hoe dat de mensen werken rond toegankelijkheid. Hoe dat ze bezig zijn rond ecologie. Ik ben Marcel Vermeers. En mijn vrouw is Marie-Madeleine de Graar. Ik ben 83 jaar en mijn vrouw 80. Dat is ongeveer een ouderdom. He. Wij zijn 57 jaar gehuwd. En we kennen elkaar al meer dan 60 jaar. Mijn vrouw heeft al meer dan 20 jaar de ziekte van Alzheimer. Op dat je aankomt, ga ik jullie dan even het gebouw laten zien. Ik ga een keer tonen, Rosario. Het is een kapelblij, het is een oud klooster. Dat is een beetje apart, denk ik. Het is ook heel fijn om te zien dat de oudere mensen hier een plek kunnen vinden. Want in het begin, toen wij dachten dat men sprak over mensen met een beperking, heb je iets heel anders in gedachten. En dan besef je ook als uitbater dat je op verkeerde been wordt gezet. We liggen op een unieke locatie hier aan de zee. Dat was hier vroeger het buitenverblijf van de koninklijke familie. In 2011 hebben we het pand volledig gerenoveerd tot een zorghotel. En we zien dat de nood heel hoog is. Voilà. Oh, amai. Je hebt overal zicht, van Middelkerke tot Oostende. Ik ben Christine Peers uit Waregem en ik kom hier voor te relaxen. Ik heb leukemie gehad, 2 maal, en borstkanker. Door mijn veel ziek zijn heb ik dat wel een keer nodig om er een keer tussenuit te zijn. Ik denk als je ziek bent, dat je eigenlijk echt nood hebt van rust, van een keer alles op een rijtje te kunnen zetten. Vooral ziekenhuizen zijn soms zwaar belastend. Of revalidaties, dat je echt een keer aan niets moet kunnen, niets meer denken, gewoon een keer lekker relax. Ik denk dat iedereen zich daarvan bewust is, dat die mensen ook recht hebben op vakantie. Misschien in mindere mate dat ze er bewust van zijn, dat er zoveel aanpassingen moeten gebeuren. Om die mensen ook op vakantie te kunnen laten gaan. Ja, dat is een basisrecht. Ik vind dat alles toegankelijk moet zijn. Sommige zaken zijn heel moeilijk te verwezenlijken. We hebben ook gekozen om geen lift naar boven te steken. We hebben wel de rolstoeltoegankelijke kamer gedaan op de gelijkvloers. Dat is wel het geval. En op sommige zaken proberen we echt wel te letten. En je wordt geconfronteerd met hele kleine zaken. Met klinken die verkeerd staan en lichtknoppen en doorgangen. Als je de badkamer binnen gaat, het licht automatisch aan. Dus als je langs hier gaat, het licht gaat dan aan. Ga je daarin gaan? Ja. Mooi zeg. Voilà. Mooi man. Maar ik denk wanneer je als uitbater probeert dingen op te lossen voor de mensen, mm-hmm. Dat is het belangrijkste. Toegankelijkheid tout court is overal terecht kunnen. En dan merk je dat mensen die minder mobiel zijn, niet overal terecht kunnen. Het is een taak van de maatschappij om te zorgen dat dat wel kan. Enerzijds van de overheid om een aantal richtlijnen op te leggen, maar anderzijds denk ik als mens in de maatschappij dat je al een stuk moet openstaan om die mensen te helpen, overal. Dat is voor mij toegankelijkheid. Een inclusieve samenleving begint bij toegankelijkheid en Toerisme Vlaanderen wil deze mentaliteitsverandering graag mee in gang zetten. Niemand uitsluiten, daar wordt iedereen gelukkig van. Ja, je zag ze helemaal veranderen van aankomst tot als ze nu aan tafel zit vanavond. Ja, en dat ook, en dat zou ik zeggen dat ze ervan genieten. Dat is op zich heel prettig. Met de Snuffel zijn we eigenlijk ook een sociale organisatie en we proberen ook ons steentje daaraan bij te dragen.
proberen eigenlijk een verblijf te zijn, een accommodatie waar dat iedereen welkom is. Niet toegespitst op één doelgroep, maar waar dat eigenlijk alle doelgroepen samen bijeen vertoeven en elkaar leren kennen en waar dat die ontmoeting terug plaatsvindt. De ontmoeting is heel belangrijk voor ons en toegankelijkheid zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Vandaag hebben we bijvoorbeeld mensen die slechtziend en blind zijn, maar onze accommodatie is daar eigenlijk perfect voor geschikt om dergelijke personen te ontvangen. Dat is groot, hè? Dat is wel heel spannend voor hen. Het is ook wat wij kunnen zien met onze ogen, is voor hen enkel maar op het gehoor of door te voelen met hun handen. Dus zij zijn wel heel zenuwachtig als we zoiets gaan doen. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel contact gehad met mensen die minder goed zien of helemaal niet zien. En dan ben je eigenlijk wel meer geneigd om iets te gaan doen. Maar ze zijn zo zelfstandig en ze kunnen zoveel zelf doen. Mensen ervaren pas drempels als hun omgeving niet is aangepast. Dus eigenlijk heeft dan de omgeving een beperking en niet de mensen. Denk daar maar eens over na. Momenteel zijn wij op Hoeve Megusta, een buitengewone boerderij. Een plek die toegankelijk is voor iedereen. We hebben deze studio voor u helemaal klaargemaakt. We mogen er trots op zijn dat we het A-plus-label hebben gehaald. Dat wil dus ook zeggen dat de boerderij toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, slechthorenden, slechtzienden, verschillende mensen met beperkingen en ook voor diegenen die denken dat ze geen beperkingen hebben. Zes! Ja, ja, goed zo! Goed zo! Ze is een kind zoals alle kinderen nu en dat is leuk. En ze verlegt haar grens, want ze heeft van alles schrik en nu heeft ze nergens schrik van. Dat is leuk. Ja, oké. Het is onze taak om zowel de gasten als de uitbaters te informeren over drempels en toegankelijkheid. Wederzijds begrip is cruciaal, dus we delen onze kennis en expertise met de uitbaters. Bewustmaking is heel belangrijk in die situatie, omdat als je niet weet wat het is, dan kun je er ook niet naar handelen. Als je daarover geïnformeerd bent, worden er eigenlijk veel situaties vermeden waarin het voor de persoon met de beperking frustrerend kan zijn eigenlijk. Als we grote partners zoals Toerisme Vlaanderen mee hebben, dan is dat wel leuk om je daardoor gesteund te voelen. Anders merken wij, als wij dat moeten gaan vragen, dat het veel langer duurt tegen dat we zoiets in gang kunnen krijgen dan wanneer dat Toerisme Vlaanderen er ook achter staat en het ook wel helpen dragen, dit project. We zijn niet alleen bezig met ons project, er zijn in Vlaanderen heel veel projecten. Gelijkaardige projecten, maar allemaal met eenzelfde onderbouw, maar met een ander thema. Maar het onderliggende is hetzelfde. Mensen, kom maar af, geniet van uw vakantie, geniet van uw vrije tijd. Wij zorgen voor u. Toerisme Vlaanderen zorgt ervoor dat iedereen voor elkaar kan zorgen, ook op vakantie. Want iedereen verdient vakantie.